De dagteksten voor donderdag 2 maart 2023. Genesis 28, vers 15. De Heere zei tegen Jacob: Ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. De Heere zei tegen Jacob: Ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Genesis 28, vers 15. Het leerwoord is gehaald uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Barmhartige Heer en Heiland, onze God en Vader, onze Vredevorst, onze Trooster, U op wie wij kunnen vertrouwen, omdat U, net als Jacob, ons leidt waar we moeten gaan. En U zult ons terugbrengen waar U wil dat wij moeten gaan. Geloofd en geprezen zij Uw naam. En wij loven en prijzen U, omdat U ons leidt, omdat U ons draagt, omdat U ons graag... Omdat we bij u mogen komen en uitrusten, neerknielen en onze zonden belijden, neerknielen en onze zorgen aan u geven en onze plannen aan u geven. Alles wat wij plannen, geven we aan u, omdat u getrouw bent. Wat u zegt, zult u ook doen. En we danken u dat wij deze maand mogen gaan met de belofte dat niets ons kan scheiden van de liefde van de Heer. En zo mogen wij die liefde delen. Zo mogen wij het uitstralen. Maar Heer, eerst komen wij om u te vragen om ons te vergeven. Om ons schoon te wassen, om ons te reinigen met onze kinderen, onze echtgenoten, elke relatie die we hebben, familieleden, onze buren, de geliefden, maar ook degenen die wij niet kennen als zodanig, of die wij niet eens zo lief vinden, maar we brengen ze voor u. Help ons om de keerzijde te zien. Help ons om niet alleen te kijken vanuit ons ik. Laat ons ik in de aarde sterven, Vader. En wij heffen onze handen op, omdat wij u alleen kunnen loven en prijzen voor de zekerheid die u ons geeft, u die gisteren, heden en ook in de toekomst dezelfde zal zijn. U die de zon doet opkomen in de morgen en in de middag doet ondergaan. Wanneer de nacht verschijnt en u over ons waakt met uw engelen. Geloofd en geprezen zij u, als wij ook voor uw troon van genade brengen. Een ieder die om welke reden dan ook uitdagingen ondervindt, zij het van lichamelijke, geestelijke aard, zij het op de werkvloer, zij het thuis, het is veilig bij u. En zo mogen we ieder bemoedigen dat wij met z'n allen mogen komen daar aan het kruis op Golgotha, waar we alles mogen neerleggen en vertrouwen dat het bij u in goede handen is. Vertrouwen dat al onze plannen bij u geborgen zijn. Maar wij vragen u, geeft u ons de plannen voor vandaag, o Vader, zodat alles wat wij doen door u geleid en door u goedgekeurd is. Zo brengen wij ook de jarigen, de vierenden, een ieder die groot nieuws verwacht vandaag of misschien al heeft gehad, maar ook degene die niet uitkijken naar het nieuws dat ze moeten krijgen, omdat ze angstig zijn. Ze mogen weten dat zij met u mogen gaan en u het nieuws voor hen in ontvangst zal nemen. Gaat zo met ons, zo. Gaat u zo met ons, Heer. Draagt u ons, schraagt u ons en geef dat wij met een blij gemoed u mogen loven en prijzen, wat er ook op ons pad komt. Zegen ons, Vader, in de naam van Koning Jezus, geloofd en geprezen, zij die naam, tot in alle eeuwigheid. Amen, ja, amen.